Nou, jij bent de eerste vrouw die mee heeft gedaan aan de Horror Experience Brookhaven. Wat vond je ervan? Ik vond het echt heel erg eng. Het was echt heel erg heftig. Ik bedoel, je zit er gewoon echt in. Het was echt een nieuwe ervaring of zo. Het was ook wel fijn dat je realiseert dat het niet echt gevaarlijk is. Maar als die monsters je aan gaan raken of in je buurt komen, dan denk je toch gewoon shit. Welke experience heb je gedaan? Escape the Room, met water, wat naar binnen kwam. En vond je het moeilijk om te doen? Ja. Waarom? Omdat het iets is wat je nog nooit hebt meegemaakt. En je komt inderdaad in een room, in een kamer, en plotseling val je in het water. En je moet allemaal dingen zoeken. En ja, ik vond het moeilijk, maar ook heel spannend, maar leuk spannend. Wat heb jij gedaan? Dezelfde. En wat? Ja, heel moeilijk. En ik had een partner, maar die wist niet zoveel. Ben je er wel uitgekomen? Jij ook trouwens? Eigenlijk wel. Ik ben uiteindelijk heel goed gestuurd, ook door de jongen die ervoor werkt. Maar het was echt... En dan zit je onder water en dan kan je blijkbaar verdrinken. Dat wist ik ook niet. Dus de eerste keer ging ik dood. En ik heb één keer een echte escape room gedaan. Maar ja, dit is gewoon heel anders natuurlijk. Ja. Nou, vertel. Wat hebben jullie gedaan en hoe vonden jullie het? Ja, heel tof. We hebben eerst de rollercoaster gedaan. Ja. Zij begon. Ja, zij bleef gewoon staan, maar ik... Jij had er wat meer moeite mee, zag ik? Wel lastig, ja. Ja, wel heel vet. Lijkt echt best wel echt. Terwijl je weet dat je moet blijven staan, maar je hebt gewoon dat balans. Ja, dat is gewoon bizar. En daarna heb jij de zombies gedaan. Ja. En? Ja, die was ook heel vet. Ja, daar had je dat balansgevoel niet echt, maar dat was wel echt heel echt van hey, er komt iets achter je aan en rond blijven kijken. En dat was ook heel vet om te doen. Super, dus voor herhaling vatbaar? Absoluut. Ja, als je hier weer is, dan je hebt mijn e-mailadres genoteerd, moet je even weer een bericht sturen. Doe ik het zeker weer. Cool.